van Wereldse Lot. Nou, we hebben hier vanmiddag een hennepkwekerij, een hennepstekkerij opgeruimd. 3 mensen aangehouden. Ja, we schatten in 100 stekjes, tegen de 1000 misschien wel aan. En een paar 1000 planten. Het hele productieproces van hennep vindt hier eigenlijk plaats. Dus we zien stekjes en planten die ze aan het opkweken zijn. En gedroogde hennep. In ieder geval 4 vuilniszakken vol met henneptoppen. Ja, dat gaat om tientallen kilo's in ieder geval. Zijn er ook nog dingen in beslag genomen? We hebben een aantal voertuigen in beslag genomen, heb ik begrepen. Een personenauto, een motor en een soort grasmaaier, zo'n karretje. En uiteraard hebben we alle hennep en alle apparatuur die daaromheen hangt, die zijn ze nu aan het ruimen. En dat wordt afgevoerd en vernietigd. Hoe zijn jullie bij deze hennepkwekerij terechtgekomen? Ja, we hebben een tip gehad en daarop hebben we onderzoek ingesteld. En we zijn vanmiddag hier binnengevallen en toen troffen we de kwekerij en de stekkerij aan. Die hebben een eigen achtergrond. Serieus.